Welkom allemaal. Wat fijn dat jullie met zoveel mensen zijn gekomen. Of was het allemaal vol boven? Dat jullie moesten hier wel hierheen. Ja, nee. Kan ook. Ja. Piet, hebben jullie straks al gehoord? Mijn naam is Douwe Schonewald van Movaris. Piet gaat... sorry. We hebben de masterclass in tweeën gedeeld. Piet gaat wat vertellen over het proces. En daarna duik ik de inhoud in. En die inhoud... we hebben 45 sheets. En als we tot sheet 4 komen, vind ik het ook prima. Dat betekent, het is wel een masterclass. En een masterclass, normaal gesproken, ben je veel aan het zenden. Maar ik zou het ook heel erg leuk vinden als we wat terugkrijgen. Dus als je denkt van, nou, schone wat je hier staat te vertellen, ik snap er echt helemaal niks van. Steek even je hand op. We hebben hier namelijk iets heel leuks. Ik wist het niet tot 5 minuten geleden. Een catchbox. Dus als je denkt, doe mijn hand opsteken, dan gooi ik dat ding naar je toe. En dan kun je erin praten en dan verstaat iedereen je. Ja? En als er dan 2 mensen zijn die wat willen zeggen... Dan hebben we ook nog een gewoon microfoon, daar ga ik niet mee gooien. Nee. Ja. Piet, aan jou het woord om de aftrap te doen. En dan neem ik het straks weer over. Dankjewel, Douwe. Dan hebben we het hier over de masterclass over de handreiking, risicostuur, beheer en onderhoud. Maar dan speciaal gericht en uitgewerkt op waterkeringen. Even kijken hoe deze nu werkt. Ik ga jullie iets vertellen over hoe die tot stand gekomen is. Op welke manier we met een aantal collega's van jullie eraan gewerkt hebben. En de aanleiding hiervoor is eigenlijk de zorgplicht die wat manifester is geworden vanaf 2014 in het kader van de wet. Wij waren met de STOA, hadden wij een ronde gedaan over inspectieplannen en het actualiseren daarvan. Ook in de vorm van werkplaatsen, elkaar vertellen wat je doet, kennis delen en op die manier de inspectieplannen verbeteren en actualiseren. En daar kwam eigenlijk al de vraag van hoe kunnen wij nou ook risicogestuurd gaan inspecteren. En daar hebben we ook een tijdje over nagedacht en toen hebben we gezegd van om dat goed te kunnen moet je eigenlijk weten wat je beheert en hoe je wil onderhouden en wat je risico's zijn. En als je dat in beeld hebt, dan kun je je inspecties ook risicogestuurd gaan toespitsen. Dus dat is de reden waarom we toen begonnen zijn aan deze handreiking. Dat is weer al 2 jaar geleden, hebben we de oproep gedaan van wie wil meewerken aan de totstandkoming van deze handreiking. En... we zijn begonnen met 17 mensen uit de waterschappen en Rijkswaterstaat. En daar hebben we ongeveer een jaar gebruikt om met een aantal werkplaatsen de problematiek in beeld te krijgen. En toen we dat hadden, toen hebben we gezegd van nou, nu hebben we alle ingrediënten gereed. En zijn we september vorig jaar tot nu toe, zeg maar, hebben we een redactieraad gevormd en hebben we de handreiking samengesteld. En het is ons niet gelukt om hem vandaag gereed te hebben door allerlei oorzaken. Maar over 2 à 3 maanden zal die helemaal rond zijn. En zal die ook op de site komen. En ik denk ook niet dat hier een papieren versie nog van gemaakt wordt. Als iemand dat wil, ja, dan zal die hem zelf moeten printen. Wij hebben de methodiek van risicogestuurd beheer en onderhoud. Deze bollenschema is al een paar keer hier aan jullie getoond. Straks gaat Douwe ze allemaal doorlopen, van waar hebben we het over, wat houdt het in. We hebben de werkplaatsen gecombineerd. 1 werkplaats zijn we begonnen met, wat heb ik nou eigenlijk te beheren, wat ligt er buiten, wat weet ik ervan en op welke manier breng ik dat in beeld. En dat hebben we gecombineerd met inspecties en monitoring. En die 2 onderwerpen pasten goed bij elkaar om dat verder uit te werken. Het had een goede wisselwerking. De andere werkplaats ging over prestatie en risico's en dat hebben we gecombineerd met onderhoudsstrategie. En toen die 2 afgerond zijn, zijn we weer bij elkaar gaan zitten in 1 grote werkplaats en hebben we de laatste stappen gezamenlijk ingevuld. Hier even een overzicht van de redactieraad. Niet iedereen is er elke keer geweest, maar heeft wel zijn inbreng geleverd op de momenten dat het nodig was of het specialisme werd gevraagd. Als jullie wat weten of nog wat willen weten, kun je dat bij Douwe en bij mij, maar je kan ook de andere mensen aanschieten.
We zijn vorig jaar gestart. Movares heeft conceptteksten voor ons geschreven. En die zijn we in vijf bijeenkomsten doorgelopen. En van tevoren heeft iedereen digitaal zijn opmerkingen kunnen geven. Hebben we ook van elkaar kunnen zien. En op die manier waren die redactievergaderingen eigenlijk heel zinvol en gestructureerd. En hadden ze ook niet zoveel tijd nodig. We hebben ook twee pilots gedaan om de eerste stappen in praktijk uit te voeren. En te kijken of deze systematiek nou ook handig werkt. En hoe gaat dat bij een waterschap? Daar zullen we ook wat tijd aan besteden. We hebben dat gedaan bij Brabantse Delta en bij Rijn en IJssel. En dan ging het met name van hoe krijg ik nou mijn areaal in beeld? Welke data heb ik nou al op allerlei manieren? Maar hoe krijg ik ze gecombineerd? En hoe ga ik met de inspecties om en past dat op elkaar en kom ik daar een stuk verder mee? En we hebben in de handreiking per hoofdstuk een aantal items genoemd, een aantal slogans van de waterschappen, van door de waterschappen zelf. Van wat brengt het me op, wat heb ik hier aan, wat kan ik ermee? En die hebben we er ook in gezet en dat geeft een beetje beeld van waar hebben we het over en wat is het nut van deze dingen. Nou, ik zei al, hij is net nog niet helemaal gereed. We moeten er nog een keer doorheen om hem STOA waardig te maken, zeg maar. Met een voorwoord en inleiding en allemaal dat soort dingen. En even de goede opmaak. Ik zei al, ik verwacht binnen 2 maanden dat hij gereed is. En, dat is ook goed om te noemen, hij zal ook gebruikt worden in de cursus risicogestuurd beheer van de Stichting Wateropleidingen. Die cursus die loopt momenteel, zal nog een aantal keren gegeven worden dit jaar. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, kunnen jullie je daar aanmelden bij de Stichting Wateropleidingen. Die hadden tot nu toe geen lesmateriaal, zeg maar. Degenen die daar nu de docenten zijn, hebben hun eigen spullen bijeen moeten rapen. Hebben ook al gebruik gemaakt van wat we al hadden. Maar dit zal een beetje de handreiking zal daar de leidraad worden van die cursus. En wij zitten nu zelf na te denken van hoe gaan wij nu verder? En hoe brengen we dit verder bij de waterschappen? Hoe kunnen we jullie helpen om de volgende stappen te maken? En dat willen wij ook graag van jullie horen, of daar ideeën over zijn. Een van die ideeën is een soort roadshow waarbij we rondtrekken naar een aantal waterschappen in de regio, in groepen bijvoorbeeld, en het nog eens een keer uitleggen en zeggen van welke drempels heb je nou om dit op te pakken? Of ben je er in de organisatie nog helemaal niet aan toe? En waarom dan? En op die manier toch het wat levend te krijgen. En ja, je zag het er net al in de presentatie over de dijkwacht. Ludo zei het al, een van de dingen waar de STOA natuurlijk wel eens tegenaan kijkt is hoe implementeren de waterschappen nou het product wat we vanuit een STOA aanreiken. Daar zitten we ook een beetje mee. Ik geef het nu over aan Douwe. Die gaat verder op de inhoud. Ja. Daar kan ik even rustig onderuit. Dankjewel. Ik zal deze ook even. 1, 2, check, check. Ben ik er nu wel? Ja, nu ben ik goed op staan. De inhoud. En nogmaals, ik heb best wel wat sheets. Ik hoef er niet allemaal doorheen. Sterker nog, als ik er niet helemaal doorheen kom, ontstaat bij jullie de behoefte om de rest van de sheets ook te zien. En dan kom ik met de roadshow, samen met Piet en anderen, graag bij jullie langs. Maar eerst de inhoud. Wat was de inleiding? Piet zei net ook al, 29 maart 2014. 2014 is voor mij lijkt een belangrijk jaar. In ieder geval is daar ook de handreiking inspectie waterkeringen gereed gekomen. En 1 januari 2017 is de waterwet van kracht geworden. Dat was de inleiding, aanleiding voor het schrijven van de handreiking. En het initiatief van de STOA om eens na te denken over ja, hoe passen die dingen nou samen. En daar is het inspectie- en onderhoudshuis bij ontstaan. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Het doel van de handreiking is het inzichtelijk maken van het beheerproces. Dat hebben jullie allemaal inzichtelijk, maar waar het om gaat is het expliciet en aantoonbaar inzichtelijk te krijgen. Ook expliciet aantoonbaar te krijgen is de herleidbaarheid van de onderbouwing van je onderhoudsmaatregelen. Waarom doe je nou de dingen die je doet dagelijks in onderhoud? En we wilden heel graag de koppeling maken met sturen op prestaties en risico's. Prestaties, inzicht in prestaties van het areaal,
Hoe doet mijn areaal het? En een inzicht in de risico's. Welke risico's bedreigen nou die prestaties? Een ander aspect van de handreiking is waar we handen en voeten aan willen geven is, hoe doe je nou onderhoud als je normdifferentiatie toepast? Moet je nou al die dijkvakken hetzelfde onderhouden als de norm anders is? Inzicht in de effecten van de uitgevoerde maatregelen is ook verstandig om vast te leggen. Ook daar geeft de handreiking invulling aan. En hoe weeg je dan de prestaties, kosten en risico's af? Ik moet eerlijk zeggen, dat laatste gedeelte, dat is wel waar de handreiking voor is. Maar daar hebben we, omdat de handreiking er nog niet is, nog onvoldoende informatie van jullie van teruggekregen over hoe je dat nou doet. Dus de wens van ons, de schrijvers van de handreiking, is dat jullie hiermee aan de slag gaan en ons terug gaan geven wat het effect daarvan is. En Menno Baksteen zei het net ook al. Wij zien dit, het tot stand komen van die handreiking, als een start van een continu verbeterproces. We willen graag dat we, net als wat Menno liet zien met de Demmingcirkel, constant blijven leren en het borgen, waardoor je je lat steeds hoger kunt leggen. En niet op het hoogste niveau, zoals Menno aangaf. Ik zeg Menno, maar hij heet Benno. Excuus. De bron van de input, nou, dat waren die bollenschema's. Die hebben we hier al een paar keer voorbij laten komen. Ik heb hem nog even laten zien, want er is een kleine verandering uitgevoerd. Daar stond eerst decompositie in de eerste bol. En we zijn tot de conclusie gekomen, het gaat meer dan alleen over decomponeren van je areaal. Het gaat over areaal en beeld. Ik ga al deze 6 bollen behandelen nu. Nogmaals, ik hoef niet tot de laatste bol te komen. Dus als jullie vragen willen stellen, doe dat vooral gelijk. Areaal en beeld. Ik begin bij ieder blokje met een quote die is opgenomen in de handreiking. En in de redactieraad is aangegeven, als je niet geheel in beeld hebt wat je hebt, kun je nooit geheel in controle zijn. Wie is het daar niet mee eens? Dat is fijn. Wie is daar wel mee eens? Dat zou dan iedereen de hand opsteken. En wie heeft geen mening? Nou, dat gaan we niet doen. De digigids voorziet, die kennen jullie allemaal, in bruikbare zoneindelingen met definities in de dwarsrichting. Waar wij tegenaan liepen, is dat je dan hele lange reeksen krijgt. Dus enorme lengtes. En je wil heel graag op vlak niveau beheren. Daarom zijn we gekomen tot een uniforme opdeling tot inspectievak. Vorig jaar hebben we daar iets over gezegd. Ik ga daar nu niet heel uitgebreid op in. Maar dit is wel de grootste discussie geweest in onze redactie. 5 keer bij elkaar gekomen en volgens mij bij de laatste keer hebben we het niet behandeld. Maar elke keer komt dat terug. Want het is zo verrekt moeilijk om elkaar te overtuigen wat is nou een goede indeling. En we zijn gekomen tot dit plaatje. En dit plaatje is voor verbetering vatbaar. Maar dit is nu zoals wij daarover denken. We beginnen helemaal hoog over de normtrajecten. Kans 1 op 1000, een traject. Dat normtraject zou je op kunnen verdelen in een effectvak, waarbij je kan zeggen, als de kering faalt, als die doorbreekt of er zijn andere dingen, dan is het effect bij een industriële omgeving waarschijnlijk groter dan wanneer het in een landelijk gebied zal zijn. Ook dat effectvak kun je verder opdelen in wat is de kans op falen. Zie hier gelijk de risicogestuurde aanpak, risico's, kans, maar gevolg, ik laat het straks nog een keer zien. Dus als het effect groot is en de kans op falen is groot, dan zou je dat vak moeten allokeren. Daar ga je anders mee om dan wanneer het effect klein is en de kans laag is. Daarin maken we al die lange linten die je krijgt vanuit de digigids, maken we korter en behapbaarder. Vervolgens heb je nog het onderhoudsvak. De omstandigheid van een dijkvak verschilt. Op de ene vak heb je, hoe noem je dat ook weer? Ik heb van de week een nieuw begrip geleerd. Jij zit niet op te letten. Dat is wel heel jammer. Wie zit er nog meer niet op te letten? Ik kan het daarmee. Nee, dat was met haver, hooi, glans, haver, hooi, gras. Ja. Hooiland, dat was het. Dat kun je hebben op een dijk, maar je kunt ook andere gewone grassoorten hebben. Je kunt ook steenbekleding hebben. Daar ga je anders mee om. Vandaar de opdeling van die kansvakken naar onderhoudsvakken. Ook daar liepen wij tegenaan dat die onderhoudsvakken waarschijnlijk vaak te groot zijn om te overzien. En daar hebben we gezegd, dan die onderhoudsvakken kun je ook weer opdelen en dat noemen we dan inspectievakken. Vanuit
de pilot die we hebben gedaan bij Brabantse Delta, maar vooral ook bij Waterschap Rijn en IJssel, kwamen wij achter dat de beschikbare informatie nu bij Rijn en IJssel eigenlijk vrij snel om te bouwen was naar deze decompositie. Op basis van invloedslijnen konden wij de opdeling maken, zoals we hier daarvoor hebben laten zien. En dat ging eigenlijk best snel. Lenia, ik hoop dat je nu wel hebt opgelet. Dat hebben we in 2 weken, 3 weken gedaan. Met alle data, digitale data die beschikbaar was bij jullie. Voor de vakken die we hadden uitgekozen voor de pilot. Waren we in 3 weken zover dat we de huidige decompositie, de huidige data, konden ombouwen naar de decompositie die we nodig hadden om op deze indeling te komen. Ging nog sneller. In 2 dagen tijd, verdeeld over 3 weken. Ja, ja. Wat ik hiermee wil aangeven is, het lijkt een enorme exercitie, maar bij jullie waterschappen is die informatie beschikbaar en hoeft het niet heel veel tijd te kosten. Alleen je moet de essentie ervan snappen en in de handreiking wordt die essentie verder uitgelegd. En waar we ook tegenaan zijn gelopen is dat die inspectievakken een maximale lengte van 200 meter moeten hebben. Want een inspecteur, hebben we gezien, kan niet, het kan wel, maar het is niet handig, meer dan 200 meter overzien. Want dan blijf je aan het heen en weer lopen. Wat heb ik op die eerste meter gezien? Als ik dan 200 meter verder ben, zie ik dat dan weer. Wie doe ik hierbij tekort? Wie is inspecteur die zegt, van ik kan makkelijk 1 kilometer overzien? Mag ik hem gooien naar je? Ja, dan bedoel ik deze, hè? Ja. Want ik probeer een beetje interactie te krijgen, dat snap je. En als iemand dan ja zegt, dat kan ik wel, dan, ja, dan heb je mij de verkeerde. Heb je? Ja. Goed zo. Waarom? Je was niet heel overtuigd, maar je denkt van, nou, ik denk dat ik wel meer dan 200 meter kan. Nou ja, het hangt heel erg af van type kering. Als ik 1 kilometer groene kering heb, 1 langgestrekte weiland, dan zou ik dat nog wel dan zou je kunnen beoordelen. Ja. Ja. Oké. Okay. Als het heel divers wordt, ja, dan wordt het lastiger. Ja. Want waar ga je naar op zoek? Naar de afwijkingen in dat weiland, in die langgestrekte. Ja. Hoeveel meter heb je? 500 meter kun je wel overzien? 1000 meter? Ja, zoiets. Ja. Okay. In de pilot zijn wij erachter gekomen. Wij gebruikten bij de pilot. Overigens, je mag hem ook weer teruggooien. Ja, ik weet niet of ik hem kan vangen. Nou, dat ging best goed. Of wilde iemand anders al. Ik hou hem even bij onderhand bereik. We hebben gezien dat wij hebben bij de Waterschap Rijn en IJssel de NEN 2767 toegepast. En daarbij, in die methodiek, zit versleuteld dat de omvang moet worden bepaald voor alle gebreken die je ziet. Dus als je dan moet voorstellen, ik moet onthouden, ben bij de eerste 100 meter, bij de eerste meter geweest, 500 meter verderop, moet ik nog weer nadenken wat ik bij de eerste meter heb gezien, dat niet zo heel erg goed werkt. Je moet een heel goed geheugen hebben en je moet heel erg goed alles vastleggen om dat in de methode van de NEN 2767 goed te kunnen doen. Vandaar dat we hebben gezegd, hanteer daar 200 meter van. Ook bij Waterschap Rijn en IJssel zijn wij tegengekomen dat je soms wel groter moet of soms juist heel veel kleiner moet. Omdat je dan precies op een scheidsvlak bij een weg of bij een andere doorkruising toch graag wil differentiëren. En ik zie daar achterin een. Ik kan zover niet gooien, ja, tenminste dat wil ik jou niet aandoen. Anders moet ik heel hard gooien, dus ik loop een stukje naar je toe. Hoor ik? Ja, leuk. Een vraag aan u, want u zegt de vakken, 200 meter, of er komt net 1 kilometer. En als ik de eerste meter, weet ik de volgende, dat weet ik allemaal niet meer. Ik kan het niet onthouden, zegt u. Maar als ik controleer, of als ik inspecteer, of ik wel gegevens heb, want ik krijg de gegevens aangeleverd, dan inspecteer ik op dit punt. Dan wil ik een x, y, z coördinaat weten. Niet wat ik daar gezien heb, nee, hier. En dat kan ik natuurlijk niet nooit iedere 10 centimeter doen en ook niet iedere meter. Dus daarom zeggen we iedere 200 meter. En hoe kan ik dat nou combineren met uw verhaal? Ja, als ik hier inspecteer, dan weet ik niet meer wat ik daar gezien heb. Want dat heb je toch al een keertje vastgelegd. Dat is mijn vraag. Dankjewel. Terechte vraag. En ik ben blij dat je kritisch bent. Want anders sta ik hier ook alleen maar te oreren. Het is waar wat je zegt. Je kunt best, ik hou hem maar even vast. Je kunt best, als je dat op die manier doet, dat is een goede methode. Wij zeggen ook niet dat je daar afstand van moet nemen. Alleen voor het toepassen van de NEN 2767, en ik kom daar straks bij de bol inspectie en monitoring nog wel even op terug.
In de methodiek daarvan zit vastgesteld dat de gebreken die je waarneemt op een inspectievak ten opzichte van elkaar moet wegen. En daar zit een hele methodiek achter. En dan moet je het kunnen onthouden. De digispectie gaat meer uit van, ik zie hier een gebrek, dan leg ik precies wat u zegt, de x-y-coördinaten vast. Daar is het gebrek. En vervolgens loop ik naar het volgende gebrek en leg ik dat ook vast. Dat is niet fout, maar... En in de handreiking hanteren we die twee systematieken ook naast elkaar. Maar voor monitoring en inspectie is het soms wel handig om dezelfde methodiek te gebruiken als die je bijvoorbeeld gebruikt voor asfaltverhardingen. Of voor kunstwerken in je watersysteem. Sterker nog, bij waterzuivering, bij elektrotechnische werktuigkundige installaties, wordt NEN ook al steeds vaker toegepast. Ik weet niet hoe dat bij jullie organisatie zit. Maar daarmee ontstaat de mogelijkheid om op basis van de NEN over je hele areaal, dus op bestuursniveau, inzicht te krijgen in hoe staat mijn areaal ervoor. Hij was eerder. Nee, maar hij was eerder. Ik doe hem even via. Dus ik gooi hem aan jou. Wat sportief dat je niet gelijk gaat vragen. Ja, je bent dus aan het aansluiten bij de NEN, omdat die ook op verschillende vlakken wordt gebruikt. Hoe zorg je ervoor dat je geen kennis verliest door je strategie aan een systeem aan te passen? Goeie vraag. En volgens mij heeft Benno daar het antwoord op gegeven. Goeie dingen moet je bevriezen, gestolde ervaringen. Die moet je bevriezen. En als je vindt als waterschap, ik hou het bij de digigids en ik doe het op die manier, doe dat dan. Gebruik die informatie dan om risicogestuurd te gaan beheren en onderhouden. Want ook dat kan. En dat gaan we straks verderop in mijn presentatie laten zien. Maar wil je de vergelijking kunnen maken tussen je areaaldelen op het hoogste bestuurlijke niveau, dan zou het handig zijn als je ook in dezelfde taal spreekt. Dus, en dan is er een Nederlandse norm, en dat is geen wet, die mag je gebruiken, die hoef je niet per se te gebruiken. Dan is er een norm die zegt van schaal 1, of die heeft een schaalverdeling van 1 op 6. 1 is supergoed, 6 is slopershoogte. En dat geldt zowel voor de weg die op de dijk ligt, als het gemaal wat in het achterland ligt. Als de lantaarnpaal die op de weg staat, die schaal is voor al die dingen hetzelfde. En dat is bij de digigids niet zo. Er zitten nog andere dingen in, maar daar kom ik straks op terug bij als we daaraan toekomen bij monitoring en inspectie. Er zitten nog een aantal andere aspecten aan. Zou je hem door willen geven aan... Mooi. Ja, ik vroeg me af, kun je niet die vakken nadien eroverheen zetten en die op het kantoor beoordelen? Want in het veld valt het best wel tegen. Ik weet als je 200 meter moet vergelijken en je loopt vanaf de andere kant, dat je oordeel weer anders wordt. Ja. Dat is gewoon menselijk iets. Ja. Als ik van slecht naar goed loop, krijg ik een ander oordeel als ik van goed naar slecht loop. Ja. En als je dat volgens de digigids vast zou kunnen leggen en je kunt op kantoor die vergelijking maken, is dat niet handiger of is dat niet... Ik heb daar geen waardeoordeel over of dat handiger is of niet. De overstap of het naast de digigids gebruiken van de NEN 67 zit aan andere dingen gekoppeld wat mij betreft, aan andere dingen gekoppeld dan dat het niet zou kunnen met de digigids. Alleen bij de pilot hebben we ook gezien, als je bent opgeleid als digispecteur, digigidsinspecteur, is dat digispecteur? Nee. Dat je op zoek gaat naar de gebreken, dan precies wat u daar net zei, op die locatie het gebrek vastlegt en dan doorgaat naar de volgende. En als beheerder zou je willen weten, maar hoe zit dat ene gebrek, hoe verhoudt hij zich nou tot dat stukje vak? En daar geeft de digigids... in mijn optiek minder inzicht in. Ik denk dat dat juist te maken heeft met het risico. Het kan zijn dat jij bij wijze van spreken op één punt in een inspectievak van 200 meter een gebrek aantreft, die in principe vanuit het risicobenadering bepalend is. En dan gaat het niet meer om dat je middelt over een vak. Nee, klopt. Voordat we de hele discussie gaan krijgen over de digigids ten opzichte van de NEN, daar zou ik van weg willen blijven. Kunnen we best een keer een boom over opzetten? Dat gaan we overigens ook doen, want ik kom daar straks nog wel heel op terug. De STOA ondersteunt een initiatief om een werkgroep op te richten, in te richten onder auspiciën van de NEN, waarin we gaan kijken wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de digigids en de NEN 67 en hoe kunnen we elkaar daarin vinden. Kom ik straks op terug, maar het is waar wat je zegt. We gaan door naar de volgende, areaal in beeld. Er is een dringende behoefte aan een nader beschrijving van die inspectievakken.
Bij de pilot Brabantse Delta is geëxperimenteerd met het decomponeren volgens de NEN 7767. Die inspectievakken zou je verder kunnen decomponeren naar elementen en bouwdelen. Dat gaat te ver om dat nu helemaal uit te gaan leggen. Maar de handreiking voorziet in een vertaaltabel vanuit de DigiKids naar de NEN 2767. Dus zou je de NEN 2767 willen gaan toepassen, dan voorziet de handreiking in deze vertaaltabel, waarbij je kunt oefenen. Waarmee je kunt oefenen. En in de handreiking zitten in de bijlagen twee voorbeelden. En ik kijk nu Arjan even aan, dus daar zitten er twee in, hè? Twee voorbeelden van hoe er gedecomponeerd is. Nou, dat maakt ook niet uit, maar volgens mij twee of drie zitten erin. Dus je kunt vanuit de handreiking kijken van, nou, dat hebben ze daar hebben ze dat zo gedaan, hoe zou ik dat kunnen doen? En nogmaals, handreiking, het is een handreiking, precies wat het zegt. En er is een directe relatie met het beheerregister, er is vanmiddag ook een workshop beheerregister. Ik wil jullie vooral uitnodigen om naar de workshop van Leonard te gaan. Maar mocht het daar nou vol zitten, zou dit een goede tweede kunnen zijn. En nogmaals, de STOA ondersteunt het oprichten van een werkgroep binnen de NEN, waar we gaan kijken naar de standaard om te komen tot een standaard decompositie voor waterkeringen op basis van de DigiGids en de NEN. Gaan we naar prestaties en risico's. Opnieuw een quote uit de handreiking, opgenomen vanuit de input die we kregen uit de werkplaatsen of uit de redactieraad. Zo heb je met prestaties en risico's, dan heb je beter in beeld aan welke normen je wilt voldoen en welke risico's hier een bedreiging op zijn. Vaststellen van kritische prestatieindicatoren is daarbij een must. En, die zouden wij, vanuit de handreiking geven we dat aan, zou je moeten baseren op de bedrijfswaardematrix. Welke zijn die mensen van de waterschap? Wie kent de bedrijfswaardematrix van zijn waterschap? Met handen opsteken. 1, 2. Wie weet dat er eentje is, een bedrijfswaardematrix? 1, 2, 3, 4. Mooi om te zien dat het nog niet bij alle waterschappen geland is, het hanteren van je bedrijfswaardematrix. Terwijl die wel bij risicostuurbeheer en onderhoud een cruciaal onderdeel is om je systeem in te richten. Je kunt daarbij denken aan juridische kaders, juridische bedrijfswaarden. En we hebben hier een aantal opgenoemd, voldoen aan de zorgplicht, wettelijk kader. Droge voeten, schoon water, voldoende water, staat. Ik ken een aantal, want er zijn er echt veel waterschappen die een bedrijfswaardematrix hebben. En die staan er bijna altijd in. Maar je kunt ook kijken naar de omgeving. Impact op het landschap. Wat doet die dijk in het landschap? Waarom ligt hij daar zo bij zoals hij daar ligt? De beleving, de bescherming. Eventueel ook nog de beleving en de bescherming van de cultuurhistorie. Het medegebruik en het imago van de organisatie. Vanmiddag is de workshop in de knoefzaal van 13:30 tot 14:30. Onder leiding van Leonard. En daar gaan we daar dieper op in. Ja, dus daar gaan we spelen met een workshop, zegt het al. Jullie moeten dan in beweging komen. Dan gaan we met elkaar kijken, hoe zou je dat nou doen? Dus daarvoor laat ik het voor prestaties en risico's hierbij. Maar niet voordat ik heb uitgelegd, maar dat weten jullie waarschijnlijk al, dat risico's zijn kansen maal gevolg. En onvoldoende presteren is falen. Dat is ook een bewustwording die je moet hebben, die je zou moeten hanteren. En die reiken wij aan vanuit de handreiking. Dat als iets niet presteert, zou je dat op moeten vatten als falen. Dus falen is niet alleen dijkdoorbraak. Falen is ook als je een bloemrijke dijk wil, en er is geen bloemrijke dijk, terwijl je daar wel inspanningen voor levert om een bloemrijke dijk te krijgen. En als die zich niet ontwikkelt, zou dat een prestatiefalen kunnen zijn. Nou, om dat te kunnen analyseren is daar zelfs ook een methode voor. Komt uit de industrie. Failure Mode Effect Criticality Analysis. Ik kan niet zo snel Engels praten als Benno, maar het kwam er ongeveer wel uit. En een van de dingen die je doet is, hoe erg is het nou als dit schadebeeld optreedt? Vergraving, dierlijke vergraving. Hoe erg is dat op die locatie? Failure Mode is vergraving. Effect moet je toepassen op de locatie die je beschouwt. Ook daar geeft de handreiking invulling aan. Inspectie en monitor. Heeft iemand hier vragen over? Nee? Anders zou ik zeggen, dan schuiven we hem door naar Leonard. Ja, want
wat ik zeg maar opmaak, dat is dat je vanuit verschillende thema's dus prestatieindicatoren kunt hebben. Ja. Dus hoe ga je om met de combinatie? Ja. En daar gaat Leonard, de vraag is, hoe ga je om met die verschillende, dat was jouw vraag aan mij, ja. Ik kan daar van alles over zeggen, maar dan doe ik Leonard tekort. Dus als je de vraag na de workshop van Leonard nog hebt, dan moeten we nog eens een keer verder praten. Ja. Maar een terechte vraag, maar Leonard gaat daarop in. Inspectie en monitoring. Geeft een betere onderbouwing van de inspectie die we nu ook al uitvoeren en zorgt ervoor dat onze inspecties beter aansluiten bij de gehele systematiek. Hier staat dus niet, wissel het ene in voor het andere. Maar vanuit de handreiking worden er een aantal voorbeelden genoemd die je zou kunnen toepassen om risicogestuurd beheer en onderhoud op je waterkering uit te kunnen voeren. En daarvoor hebben we in de handreiking, ik had hem straks al aangegeven, het inspectie- en onderhoudshuis opgenomen. En dat ziet er zo uit. Aan de linkerkant een inzicht in wat je zou moeten organiseren op inspectiegebied. En daar zie je 4 inspectiesoorten terugkomen. En er zit ook, maar die zien jullie niet, ja. We hebben een inspectiebibliotheek en ik kom straks nog even terug wat daar allemaal in zou kunnen zitten. Maar je kunt in grote brokken denken. Toestandsinspecties, WA-inspecties. Degene die hier vorig jaar waren, toen noemde ik dat nog een inspectie die we niet schouw mogen noemen. We zijn er overheen gekomen dat we dat een WA-inspectie noemen. Dat is niet Willem-Alexander, maar dat is een wettelijke aansprakelijkheidsinspectie. Instandhoudingsinspectie en incidentele inspecties en monitoring. Het inspectieplan, wie heeft er een inspectieplan? Hand opsteken. Hoeveel inspectiesoorten, wie wil daar antwoord op geven? Hoeveel inspectiesoorten zijn daarin beschreven? Wie stak net zijn hand op en wil daar iets over zeggen? Waar heb ik hem? Hij is nog daar. Ja. Niemand? Niemand durft? Komt ie, hè? Buk, hè? Ja, wij hebben dus een inspectieplan en ik weet het niet helemaal exact, maar volgens mij hebben we iets van 8 of 9 inspectiesoorten. En je weet ook wanneer je die inspectie, welke inspectie wanneer je moet doen? Ja. Dat heb je vastgelegd ergens in dat inspectieplan? Ja. Mooi. Dat is een belangrijk ingrediënt om risicogestuurd beheer en onderhoud te kunnen toepassen. Dus mooi dat je dat hebt en mooi ook dat jullie grote getalen hebben aangegeven dat bestaat binnen jullie waterschap. Ik ga daar zo meteen nog verder op in, maar dat inspectie, die kolom aan de linkerkant, dat inspectieplan is van wezenlijk belang om risicogestuurd beheer en onderhoud toe te kunnen passen. Ik ga iets dieper in op de toestandsinspecties. Zijn dit de inspectiesoorten die jullie ook hebben opgenomen, voorjaarsinspectie? Wie kent de voorjaarsinspectie? Hand opsteken. Najaarsinspectie. Thema-inspecties. Wie kent thema-inspecties? 1, 2, 3, 4. Wie wil een antwoord geven op wat is dan bijvoorbeeld een thema? Ja, je bent al aan het woord geweest, jammer. Oh, sorry. Thema-inspecties, dat is bij ons waterschap AGV een jaarlijkse inspectie, maar ook droogte, storm, dat soort. Dus dan is het thema, er is droogte geweest, dus dan moeten we inspecteren? Juist. Ja. Iemand anders nog? En storm is, als er storm is geweest, dan moet je dan... Tijdens de storm. Of tijdens de storm, dat is nog handiger, ja. Dan kun je dingen voor zijn. Ja. Iemand anders nog? Sorry. Vooroeverbescherming. Wat bedoel je daar precies mee? Stortsteen, rietoevers, die de buiten toliet van de kruin beschermen. Dat is een thema waar je expliciet daarna gaat kijken en de dingen van vastlegt. Ja. Mooi, mooi. Dus heel veel ingrediënten doen jullie al. Jaarlijkse testsluitingen, iedereen denk ik, hè? Iedereen die een sluiting of een waterkering hebt die je handmatig moet aanbrengen, die moet je testen. Gasmonitoring, ja, Bronsveld en zijn handreiking. En de BVC's, wie kent de BVC? Niemand? Nee? Ja, dat was mijn vraag. VTA? Wie kent de VTA? Bomen. Dus het gaat over bomen. BVC is een nieuwe term voor de VTA. Dus VTA, wat VTA was, is nu de BVC. En het staat voor boomveiligheidscontrole. Ja, ik heb het niet verzonnen. Ik bedoel, schiet me daar niet op af. Maar dat is wel een wezenlijke. Omdat als je bomen beheert, als waterkerenbeheerder, ik kom zo bij je, dan maak ik me even af. Hebben we de... Ja,
voor achter je. Ja, ik mis er nog één en dat was een essentiële. En dat is gerelateerd aan vergunningverlening en handhaving. In een relatie tot het beheren van je waterkering? Ja, zeker weten. Je hebt ook te kijken van of wel voldaan wordt aan de kwaliteitseisen die gesteld worden en wat erachter blijft. Dus in die zin relevant voor de kwaliteit van je kering en ook het beheer. Ja. En dat wordt gedaan door de beheerorganisatie of door handhaving? Handhaving of soms in combinatie dus met schouw, zeg maar. Ja. Bij wie is dat nog meer zo? Bij heel veel. Hè. Daar zijn we ook tegen aangelopen in de hand bij het opstellen van de handreiking. Hoezo tegen aangelopen? Nee, niet tegen aangelopen. In de zin van, dat was een van de items in de discussies die we hadden met elkaar. Dus we zijn er niet tegen aangelopen, nee. Nee. Dat handhaving een wezenlijk onderdeel is van beheren, vandaar dat ik de vraag stel, dat is nou eenmaal zo. Soms wordt er met die waterkering wat gedaan wat je niet wil. En ook dat is een risico wat je wil mitigeren, waar je dus beheer- en onderhoudsmaatregelen op wil nemen. En we hebben hier een mooie foto van een toestandsinspectie bij de Hoge Heemraadschap Delfland. Inspectie en monitoring is ook toestandsinspecties uitvoeren en dan een specifieke toestandsinspectie is de conditiemeting met de NEN 2767. En ik laat hier twee voorbeelden zien, of een voorbeeld zien van de pilot die is uitgevoerd bij Brabant. Hier zie je hoe dat wordt gerapporteerd, de gebreken die worden waargenomen. En ik sluit een beetje aan bij de vraag net, waar de digi-inspectie zegt, ik ben hier en hier is het probleem, ik leg dat vast, daarmee, klinkt raar, is de kous af, maar nee, daarmee heb ik het inzichtelijk gemaakt, zegt de NEN, dat is mooi. Je hebt hier een probleem, maar 200 meter verderop of 50 meter verderop heb je nog een probleem, en dan is het misschien nog wel een probleem. En de NEN geeft daar invulling aan hoe je die ten opzichte van elkaar moet wegen. Dat zit nu nog niet goed in de NEN. In de NEN worden gebreken ingedeeld in ernstklasses. En dat zit er nog niet goed in. Vandaar dat we heel graag willen dat waterschappen zitting gaan nemen in die werkgroep. Om de expertise die bij jullie ligt, want die ligt nergens anders, die bij jullie ligt, in te brengen in die NEN. Om daar de goede ernstklasseindeling te krijgen. Zodat we geen rare beelden krijgen. Dat als je bij de digi-inspectie het beoordeelt, dat je daar iets anders uit krijgt dan wanneer je dat volgens de NEN zou doen. Dus voel je je geroepen om daar inzitting in te nemen, kom na afloop even bij mij of bij Piet, we schrijven je naam op en dan gaan we kijken hoe we dat in kunnen vullen. Ik ga heel even terug. Hier zijn dus twee gebreken gesignaleerd. En die twee gebreken, in dit geval vrij significante gebreken en ook manifesteren zich op een grote schaal, zal ertoe leiden dat ze beide ongeveer even zwaar wegen. Maar wil je nou inzicht geven in hoe verhoudt zich dat gebrek zich nou tot de rest van die waterkering, of een deel van die waterkering, zie je bovenin al die gebreken die zijn waargenomen, of al die condities die zijn vastgesteld. En Brabantse Delta heeft gezegd, ik kies de zwaarst wegende. Je kunt niet heel goed zien, maar hier zit een rood stipje. En dat betekent dat Waterschap Brabantse Delta heeft gezegd, dit dijkvak of dit inspectievak is rood. Daar zit iets, daar moet ik iets mee doen. Maar hier zit ook oranje en dit stukje is oranje. Maar er zitten ook delen bij, zoals hier, wat gewoon goed is. En omdat er verder geen gebreken zijn waargenomen, wordt dit hele dijkvak beschouwd als conditiescore 1. Dit kun je heel makkelijk presenteren aan je bestuur. Dit soort kaartjes spreken boekdelen. Want je hoeft niet meer na te denken over wat moet ik hiermee doen. Want dit lijkt wel goed. Mijn concentratie komt hier te liggen en hier te liggen. De vraag is wel of je, zoals Waterschap Brabantse Delta heeft gedaan, moet kiezen voor de worst case scenario. Voor de worst case benadering. De NEN heeft in de methodiek inzicht dat je dat ten opzichte van elkaar kan wegen. Ik weet niet waar die is, dus je moet even... Ja, wat ik hier niet heb ingetekend, maar wat er wel is, maar de plaatje heb ik nu niet beschikbaar, maar dat is wel beschikbaar. Hier zie je overal die lijntjes van die inspectievakken. Wat hier gepresenteerd is waar er een gebrek zich heeft gemanifesteerd. Dit zou dus ook naar de tijd kunnen maken, wat ik net bedoelde te zeggen. Dus je hebt je analyse gedaan, je hebt je beelden van buiten die vastgelegd. Ja. En nadien zeg je vakjes van, oké, dat geldt voor dit vak. Ik ga heel even onderbreken. Kan iedereen jou verstaan? Denk ik niet, hè? Nee. Ook de camera niet, en dat is toch wel jammer. Oh, sorry. Dus,
als ik dit zo zie, dit zou je misschien ook na die tijd kunnen doen. Kunnen zeggen van, nou, ik kan dit vak tot hier trekken en dit vak tot hier. Ja. Dat scheelt je buiten enorm veel werk. Want ik weet vanuit, wij hebben vroeger ook vakkenbestanden beoordeeld, dat het best wel veel tijd kost. En zeker in de voorjaarsschouw is die tijd toch beperkt, tenminste in ons geval. En ja, als je dit na die tijd op kantoor zou kunnen doen, zou je enorm veel schelen. Het zou nog beter zijn als je het voor die tijd op kantoor doet, want dit is een kantoorexercitie. Ja. Het is geen exercitie die je buiten moet doen, want dat kost veel te veel tijd. Doe je het op kantoor, dan doen we het in 2 dagen. Ja, oké, maar ik denk als je gewoon je punten vast kunt leggen, zoals je normaal doet, snap je wat? Ja, dat snap ik. Dus je kunt het achteraf doen, hè. Je gaat gewoon dingen doen die je normaal gesproken doet, en daarna ga je kijken waar ligt het nou ten opzichte van de decompositie. Dat kan, is alleen niet zo heel handig als je de NEN toepast, want die is gerelateerd aan de decompositie. Maar je kunt hem wel omdraaien. Nogmaals, doe dat vooraf. De handreiking zegt, doe vooraf het opbouwen van die decompositie. We gaan ook proberen om een standaard decompositie te maken voor waterkeringen. En dan heb je die vakindeling. Maar stel nu, als de praktijk buiten die vakken veranderen en het buitenbeeld anders is, dat je die vakken misschien toch anders had moeten indelen. Want ja, de dijk is dynamisch, het verandert continu. Maar ook de vakindeling, is die zo dynamisch? Ik kan me voorstellen dat je vakken buiten toch anders in wil delen, omdat het beeld misschien wat verder doortrekt of wat korter is. En als je het zo bedoelt, dan doe je je vak ten onrechte kwaad aan misschien. En terwijl als je dat op punten en lijnen en vlakken, zoals wij nu vastleggen, zou doen, dat misschien niet hebt. Maar dat is een goed punt. De decompositie die je vooraf meegeeft aan je inspecteur, daar zijn wij ook tegen aangelopen, die kan soms vanuit de gedachte gaan van achter je bureau een goede indeling zijn, maar dan kom je buiten en denk van, dat is niet handig gekozen. Dat zou 100 meter verder moeten of 50 meter terug. Het mooie daarvan is, als je dat teruggeeft en je dan aanpast in je decompositie, in je systemen, je het dan goed hebt. En zo ontstaat er een leercurve. Zo staat er het continu verbeteren. Mijn overtuiging is, en de ervaring die ik heb met andere areaaldelen, is doe je dat 5 jaar, dan staat je decompositie vast. Voor jou als waterschap staat dat vast. En dan is het niet meer zo dynamisch. Dan verandert je decompositie niet heel gauw. Tenzij je dijkverbeteringsconstructies uitvoert, waardoor de effect- en kansvakken veranderen, dan zou die aanpassing nodig zijn. Maar dit plaatje ging vooral over hoe presenteer je dingen. Hiermee geef je in 1 oogopslag, maak je inzichtelijk waar zitten de probleempunten. Kunnen we hem snel die kant op passen? Via, via. Oh, dat gaat ook in 1 keer. Ja, heel goed. Rugby spelen? Nee, wou toch nog even een aanvulling erop geven. Over die vakindeling. Kan die inspecteur 200 meter overzien? Kilometer? Misschien wel. Maar het leuke is dat die inspecteur altijd op die 200 meter of op die 50 meter soms wel 20 verschillende dingen ziet. Ja. En dat moet hij in 1 oordeel geven. En dat gaat in het algemeen niet goed. Buiten in het veld. En dat is het leuke als je per punt kunt beoordelen. Ja. Ja. En later uiteindelijk toch die hele kantoorexercitie gaat doen om alles in 1 keer te combineren. Ja. Dat klopt. En wat is ook precies wat we gaan onderzoeken in de werkgroep van die we in de NEN willen gaan oprichten. Want de NEN heeft een bepaalde systematiek en die is niet bedacht voor waterkeringen, maar we gaan het proberen om hem geschikt te maken voor waterkeringen. En als het niet lukt, stappen we er vanaf en houden we die gids over. Maar we denken dat de toegevoegde waarde zit aan het hanteren van de NEN. En die toegevoegde waarde is dus het terecht punt. Waar we ook tegenaan zijn gelopen is dat, of nee, we zijn er niet tegenaan gelopen om commentaar te voorkomen. Wat we hebben gezien is die vakindeling, die decompositie, is superhandig om, tegenwoordig doen we alles met een tablet, hè, of op een telefoon. We hebben de inspectie bij Waterschap Rijn-IJssel op een tablet gedaan, een kleine tablet gedaan. Het handige is dat de inspecteur geografisch wordt ondersteund van waar sta ik nu, in welk inspectievak ben ik. En er zit in al die tablets zit een GPS ontvanger, dus je weet in welk inspectievak je bent. En je weet ook wanneer je van de ene inspectievak overgaat naar het andere inspectievak. Het mooie van die tablet is dat je het niet hoeft te onthouden, want je vult gewoon, ik sta hier in zoveel vierkante meter mollen, 15 meter scheur, keer 3, nou, en zo kun je dat allemaal vastleggen. En dan de tablet rekent dan uit, volgens de methodiek van de norm, wat dan de conditiescore wordt van dat dijkvak, of van dat inspectievak. Dus dat hoef je niet te onthouden. Dus daar word je in ondersteund. Die conditiemeting NEN 2767 gaat dus over, of de werkgroep gaat over 2 dingen, of 3 dingen.
die decompositie, kunnen we tot een standaard decompositie komen? Dat is, wil niet zeggen dat die standaard voor iedereen moet gelden, maar dat is als voorbeeld. Zo zou je een dijk kunnen opdelen en daar vandaan kun je je eigen decompositie maken. Daar willen we meer handen en voeten aan geven. En de ernstklasse van de gebreken. Dat zijn de twee hoofdzaken die we gaan doen in de werkgroep. De derde is, welke connectie is er met Digispectie? Die is er, maar welke is dat? Waar zit de overlap en waar zitten de gaten? En moeten we de gaten opvullen of kunnen we gebruik maken van de overlap? Dat is wat we in de werkplaats gaan doen. Nogmaals de oproep, als je mee wilt doen, meld je bij ons. Gaan we door naar onderhoudsstrategie. En die ga ik heel snel doen. Hoe zit ik in de tijd eigenlijk? We hebben nog 10 minuten. Mooi. Onderhoudsstrategie. Onbewust, en dit vind ik eigenlijk de mooiste quote in de handreiking. Ik heb hem niet verzonnen, ik weet niet meer precies, ik heb niet opgeschreven wie dit heeft gezegd. Onbewust pas je een onderhoudsstrategie vaak al toe, maar het is goed om te begrijpen waarom je keuzes maakt voor een bepaalde strategie. Aangezien deze gekoppeld is in de wijze van frequentie en inspectie. Thema-inspecties worden uitgevoerd omdat iemand bedacht heeft, of meerdere binnen de waterschap bedacht heeft, het is handig om daar dan naar te gaan kijken. Want dan gebeurt er iets. Of dan gebeurt er misschien juist iets niet wat wel zou moeten gebeuren. En we hebben met de handreiking invulling willen geven om dat expliciet te kunnen maken. En daar kun je heel veel systemen voor bedenken. Als je de literatuur op naslaat, zijn er heel veel mogelijkheden voor. Maar we hebben ons nu beperkt tot deze drie. Wie kent deze afkortingen? Wie werkt daarvan bij een waterschap? Dan zijn jullie het haasje. Ja, Oscar, jij mag niet. Nee. Waar is de kubus? En leiders. Ik geef hem wel door, want tot en met december werkte ik bij Rijkswaterstaat. En daar ken ik de termen nog. Geef hem eens even gauw door. Nee, dat noemen ze maar. Nee, ik ben werk bij waterschap. Het is de afkorting van toestandsafhankelijk onderhoud. Gebruiksafhankelijk onderhoud of storingsafhankelijk onderhoud. Helemaal goed. 10. Applausje voor de meneer. Ja, nee. Ja, dus, daar hebben we voor gekozen. Er zijn nog wel meer definities te geven. We hebben ons in de handreiking beperkt tot deze drie en we hebben daar ook iets bij bedacht. Hoe maak je daar nou de keuze in? Hoe kunnen we jullie nou helpen om de juiste strategie te bedenken? En in eerdere versies, vorig jaar en het jaar daarvoor, hadden we een hele simplistische benadering. Deze is wat meer doordacht en ziet er zo uit. Gerelateerd aan de faalvorm. En ik zei al, als een risico zich manifesteert en de prestatie wordt aangetast, dan heb je faal, functiefalen te pakken. Stel nou dat de faalvorm verborgen is. Dat is bij waterkeringen soms, misschien wel vaak zo, dat de faalvorm verborgen is. Kun je het faalmoment voorspellen? Dan kun je dat baseren op het gebruik van een waterkering. Dan zou je toe kunnen gaan naar gebruiksafhankelijk onderhoud. We nemen de afslag naar rechts. Is het verborgen? Nee, je kunt het waarnemen. Is het kritisch? Ja. Is de degradatie meetbaar? Kun je inzichtelijk maken hoe snel iets achteruit gaat? Nee, dan heb je hier een probleem. Dan kun je daar geen goede onderhoudsstrategie bij bedenken. En zou je daar iets aan moeten modificeren om een juiste onderhoudsstrategie te kunnen bedenken? En ik refereer graag aan wat Benno Baksteen vertelde. Voordenken helpt om te voorkomen dat dingen falen. En nogmaals, veiligheid is geen punt. Ik herhaal zijn woorden, het zijn niet mijn woorden. Maar het is een niveau en je wil elke keer een stapje hoger. Dus als je nu kunt modificeren waardoor de degradatie meetbaar is, door bijvoorbeeld sensoren aan te brengen waardoor je het wel kan meten, of andere dingen kunt ontwikkelen waardoor je het wel kan meten, dan kun je al toe naar een andere onderhoudsstrategie. Dus stel dat de degradatie meetbaar gemaakt wordt en het faalmoment is niet variabel, kun je door naar gebruiksafhankelijk onderhoud. Hoef je alleen maar die sensoren te monitoren. En als die een bepaalde grenswaarde bereikt, dan moet je wat doen. Stel nou dat je dat faalmoment wel variabel is, dan moet je toe naar een toestandsafhankelijk onderhoud. En zie hier, daar heb je dus toestandsinspecties voor nodig. Zie hier de relatie tussen het kiezen van de juiste inspectiestrategie naar
onderhoudsstrategie. Ik kom daar straks nog op terug. Iemand vragen hierover? Anders gaan we gewoon door. De vijfde en laatste bol voordat we overstappen naar het vastleggen van alles. Maatregelen bepalen. En mijn ervaring en de ervaring vanuit de werkplaatsen en vanuit de redactieraad is dat hier eigenlijk het minste discussie over is. Want jullie zijn allemaal vakmensen. Dus als er iets gebeurt, dan weten jullie wat er gedaan moet worden. Waar het wel wat aan schort soms, is dat we vastleggen hoe we met een bepaalde situatie omgaan. En daar gaat de handreiking over. Als je nou weet, als dit zich manifesteert, dan doen we normaal gesproken dat, leg dat vast. En dan heb je het voor het nageslag vastgelegd. Dan hoef je daar niet meer over na te denken. Kan het een automatisme worden? En kun je dus zo op die manier de gestolde ervaring vastleggen. Omdat je van tevoren onderhoudsmaatregelen bepaalt, kun je sneller en uniformer handelen in gelijke situaties. Dit is een quote die opgenomen is in de handreiking. En ook deze vind ik erg mooi. Ik vind ze allemaal erg mooi, want daarom zijn ze opgenomen in de handreiking. Maar deze is wel heel mooi. Preventief. Ik heb hier preventief het maaien van het gras. Iemand een idee waarom dat preventief onderhoud zou zijn? Ik weet niet waar die is. Oh ja, wel, ik wil wel weten waar die is. Ik heb mezelf neergelegd. Ja, onder andere als je gras te lang wordt, dan loop je het risico van verstikking en dus achteruitgang van je wortelkwaliteit. En dus dat je bekleding bijvoorbeeld gewoon algemene zin achteruit gaat. Ja. En waar heb je dat op gebaseerd? Ongetwijfeld op ervaring, maar dan moet ik bij de mensen buiten wezen. Ja. Nou, ik kan je, die input kregen wij, dat is op ervaring. En in de handreiking geven we aan dat er ook maatregelen zijn die jaargetijden gebonden zijn. Dus je gaat niet maaien in de winter, want dan groeit het spul zo slecht. Maar juist in de zomer doe je dat wel. Dus als je het nou weet en je legt het vast, dan heeft het voor iedereen helder. Er zijn ook dijkvakken waarbij je dat maaien in een bepaalde frequentie moet doen. Om bijvoorbeeld die bloemrijke dijk te laten ontwikkelen. Dan moet je niet standaard op die manier maaien, maar dan moet je dat iets anders doen om die bloemrijke dijk te ontwikkelen. Preventief onderhoud. Vervolgens hebben we correctief onderhoud. Nou, deze kent iedereen, denk ik. Dit is een correctie op een faalwijze. En dit is misschien een tijdelijke maatregel. En moet je daarna nog meer maatregelen nemen? Maar het is wel handig dat je weet, als dit faalmechanisme zich voordoet, dan doen we standaard dit. Nou, deze was een inkoppertje. Want dat doet iedereen, toch? Geen onderhoud. Sorry? Dat is geen onderhoud. Dat is geen onderhoud. Je laat het gewoon zitten. Nee, dat is een ingreep die tijdelijk is, maar het is niet structureel. Dus geen onderhoud. Ja, dat wil ik nog één keer halen, maar dan in de microfoon, want anders wordt het niet vastgelegd voor het nageslag. Sorry. Ik vind het geen onderhoud. Dit is een tijdelijke maatregel. Eigenlijk een herstelmaatregel. Of in ieder geval gericht op periode van herstel. Dus het is niet iets wat je structureel doet. Dus ik beschouw dat niet als onderhoud. Wie is het niet eens met deze redenatie? Arjan. Arjun, sorry. Wil je hem net doorgeven? Ja, kijk, het is ook een kwestie van taal. Maar waar het hier om gaat is dat het object heeft een functie. En op dit moment vervult hij die functie niet. En dan is de maatregel om hetzij de situatie te stabiliseren of uiteindelijk de functie weer te herstellen, dat is, kan je een definitie van onderhoud noemen. Maar goed, en correctief en preventief is van, is er al gefaald of is er nog niet gefaald? Maar goed, dit is een kwestie van taal. Dus ik vind, als jij dit geen onderhoud wil noemen, als je het maar doet, hè, dat is het belangrijkste. Dankjewel. En in de handreiking proberen we jullie dat te helpen om deze discussie te voeren met elkaar. Van, vinden we dat nou wel dat we daar standaard iets voor op moeten nemen? Of is het zo evident dat we dat gewoon doen? Volgens mij is de essentie dat je het vastlegt. Dankjewel. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Dat is de essentie. En daar ga ik zo meteen nog meer over zeggen. Ik doe eerst nog eventjes de laatste vervanging. Opnieuw een plaatje uit Delfland. Het vervangen van beschoeiing. Dat is iets anders dan een correctieve maatregel. Dit zie je langer van tevoren aankomen, daar kun je geld voor reserveren. Sterker nog, daar moet je geld voor reserveren. En dat wordt ook op een andere manier vastgelegd, of dat wordt ook vastgelegd in de onderhoudsconcepten. De kortdurende, de cyclische maatregelen, maar ook de maatregelen die wat verder weg in de tijd zitten. Ik heb nog 5 minuten, zegt Piet. Dat komt mooi uit, want ik ben er bijna doorheen.
Er zijn er nog een aantal opgenomen maatregelsoorten opgenomen in de handreiking om jullie te helpen om dingen expliciet vast te leggen. Wat we ook hebben gedaan is in de handreiking opgenomen, en dit ga ik niet helemaal toelichten, maar dit moet je maar eens naslaan als op het moment dat die wordt gepubliceerd, is dat je vanuit je onderhoudsstrategie ook keuzes kunt maken voor maatregelen. Ik ga nu verder door, want anders kom ik toch niet tot het einde. En dat zou wel jammer zijn, want het onderhoudsconcept is wel iets wat ik heel graag onder de aandacht wil brengen. Want terecht werd net gezegd, het gaat om vastleggen. De meerwaarde van het onderhoudsconcept is dat je op basis van de vorige maanden keuzes inzichtelijk maakt hoe je een specifiek onderdeel van de waterkering onderhoudt en waarom. Dus waarom doe je de dingen die je doet? En je laat zien dat je onderhoud op herleidbare en onderbouwde eisen hebt afgestemd. En daar zit de verbinding met de zorgplicht. 24/7 in controle zijn over de dingen die je doet met gemeenschapsgeld. En we hebben een eerste voorbeeld opgesteld. Die komt uit Waterschap Rijn en IJssel, gebaseerd op de pilot die we hebben gedaan. Je hoeft het niet te kunnen lezen. Waar het om gaat is dat je in één blad, en soms zijn het wel twee of drie, vastlegt van een object wat de samenstelling is, wat de laatst gemeten conditie is, welke onderhoudsmaatregelen, welke inspectiemaatregelen je hebt uitgevoerd, dat je dat expliciet vastlegt. De volgende stap zou zijn, als het geldt voor één dijkvak, voor één object, als je dat dan meerdere van hebt, dan zou je ook nog onderhoudsmaatregelen kunnen gaan clusteren en dan wordt het erg leuk, want dan kun je allerlei programma's ontwikkelen. Programma's uitgezet in de tijd, waardoor je kunt optimaliseren in het spenderen van geld. Er ontstaat uiteraard wel een spanning tussen het maximaliseren van de prestatie, dus het voorkomen van falen, en het minimaliseren van risico's, want daar zitten de kosten aan verbonden. En dat is wat Benno straks ook zei, hè. Moet je een evenwicht in zoeken. En in de handreiking staat niet aangegeven, doe dit, doe dat, doe zo, en dan heb je het evenwicht. Daar zijn jullie voor. Maar de handreiking geeft jullie wel ingrediënten om dit evenwicht te gaan zoeken en om te gaan voorspellen. Alles bij elkaar gevoegd, zou je dit plaatje kunnen tekenen. Gaat te ver om het helemaal uit te leggen. Wat ik wel herken, zijn hier de stappen die ik net helemaal heb toegelicht. Je ziet hier de demmingcirkel om dat continu leren proces in te richten. En het gaat allemaal om het leveren van de prestaties door jullie als vakmensen. Dat was hem, wat mij betreft. Handreiking, risicogestuurd beheer en onderhoud. Een mijlpaal. Wie vindt de mijlpaal? Dankjewel. Toch bedankt voor jullie aandacht. En nogmaals, van harte aanbevolen de workshop van Leonard. Zijn er nog vragen? Daar hebben we volgens mij nog 2 minuten de tijd voor. En anders ronden we hem hier af. Ik heb nog een vraag aan die kant. Komt-ie, ja? Dankjewel. Frank den Heijer, ik werk bij Daltaris. Ik ben daar verantwoordelijk voor het programma Dijken. We hebben recentelijk het WBI, hè, waar ook over faaldefinitie wordt gesproken. En dan gaat het over falen. En dat is dan gelijk aan doorbreken. Ja. Nog even afgezien van de reststerkte. Het is wel verwarrend als hier ook over falen gesproken wordt. Dus ik denk dat definities wel heel belangrijk zijn. Het gaat hier, als ik het goed geïnterpreteerd heb, over falen van het beheer. Ten opzichte van een toestand en de grens, wat je dan kiest van wat ernstig is en waardoor je wat moet gaan doen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, van waar die gelegd wordt. De handreiking gaat niet aangeven van als dit de ingrediënten zijn van jouw waterkering, dan moet je dit doen. Dan gaat de handreiking iedereen uit de droom helpen. Het is geen toverboek. Wat het wel doet is, wat je aangeeft, definities, en dat schaf Arjen straks ook aan, het gaat om taal, dat is ook zo. Falen op waterveiligheid, dat is waar de WBI vooral over gaat. Maar je kunt ook falen op andere dingen, die had ik straks laten zien, dat is niet juridische kader. Stel, die dijk is perfect vanuit het WBI geredeneerd. Maar het waterschap had ook als bedrijfswaarde bijenpopulatie te stimuleren. Dan zegt de WBI daar helemaal niks over. Maar je wil het wel, maar er gebeurt niks. Dus dan faalt je functie. Namelijk het kunnen huisvesten van bijen. Ook dat zou je heel graag inzichtelijk willen hebben. Ziet zeg maar de handleidingen dan het beheer en onderhoud als additioneel op de toetsing, zeg maar, de beoordeling.
of loopt het naast elkaar? En als het naast elkaar loopt, hoe relateren de verschillende faaldefinities zich dan ten opzichte van elkaar? Dat gaan we niet redden in 2 minuten. Nee, dat denk ik, maar ik wilde de vraag wel graag gesteld hebben. En ik denk, onze ambitie met de handreiking is dat het naast elkaar bestaat en dat je moet realiseren dat het handhaven van de functie vanuit de WBI misschien wel de primaire rol is voor een waterkering, maar dat je je ook realiseert dat er ook nog secundaire prestatie-eisen gesteld kunnen worden, waar ook invloed op wordt uitgeoefend in je beheer en onderhoud. Dus het zit wat ons betreft naast elkaar. Ja, heel terecht. En ik zou willen zoeken, zeg maar, naar de aansluiting op elkaar. Dan, Leonard, aan jou het laatste woord, want dan mag je ook nog even pitchen voor jouw workshop. Dat heb ik nu 3 keer gedaan. Wat we gezien hebben is dat we met de toetsing 1 keer in de 5 jaar resultaten kregen over onze dijk die we vanuit dagelijks beheer niet kregen. En dat we daarmee gingen bijsturen. Nu is de toetsing 1 keer in de 12 jaar en dat is wel een hele grote periode om op de volgende toetsmoment te wachten. Dus in de tussentijd zullen we zelf iets moeten. En voor mij geeft dit daar ook wel invulling aan. En juist dan moet je gaan verkennen waar die verbinding ligt inderdaad. Want je wil de volgende toetsing wil je wel goed uit de bus komen. Dus je moet het wel verbinden. Het zijn niet 2 losse sporen. En die komt terug in de prestatie-eis die je gaat stellen aan een bepaald onderdeel van je waterkering. Daar moet je van tevoren over nadenken. En deze systematiek brengt in beeld wat de afstand is tot je prestatie-eis, tot je kwaliteit vanuit je inspectie. En dan kun je er ook op gaan bijsturen. Ik denk dat we de aansluiting juist moeten zoeken om de stap ook naar continu toetsen te kunnen maken. Dus dan doe je met een lichtere beoordeling, zeg maar, in het beheer en de regelmatige zwaardere beoordelingen, zeg maar, versterk je elkaar. Ik wil daar heel graag mee afsluiten, want dat is precies waar risicogestuurd beheer en onderhoud mee omgaat en waar ook de zorgplicht over gaat. Voortdurend in controle zijn op je waterkering betekent niet overal de zwaarste maatregel uitvoeren. Dat kan. Dat is alleen heel kostenintensief. En of dat heel kostenefficiënt is, is de vraag. Geld wat je daaraan uitgeeft, kun je niet aan andere dingen uitgeven. En dat zou je toch ook. En je hebt ook andere ambities. Dus dank je wel voor je inbreng. Dank je wel ook, Leonard, voor deze afronding. En dat is hem ook aan het eind van deze masterclass. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Want daar gaat een masterclass over. Het is wel heel kort en hoog over. Nogmaals, we gaan kijken hoe we dat gaan doen met het toelichten op de handreiking. En zodra die er is, dat zal hopelijk binnen 2 maanden zijn, volgt daar ook communicatie over hoe we dat bij jullie gaan brengen. Het zal zeker digitaal zijn. En die roadshows, of hoe we dat anders gaan noemen, komt ook bij jullie. Dankjewel voor jullie aandacht en graag tot vanmiddag ergens anders.